Welkom terug. In de vorige video hebben we onze uitbouw afgemaakt. We hebben onze deur gecreëerd. En wat we vergeten zijn is de ramen van onze deuren te extruderen of te separate. We selecteren de ramen, P, separate selection. En vervolgens hebben we de ramen los van elkaar. Snap tool kan weer uit. Ik kan mijn raam even scalen. Over een individual origins, die hebben we nu ook vaak genoeg gebruikt. En hebben onze ramen gesepareerd van elkaar. Als ik nu nog kijk, zijn onze ramen los, maar onze deur is ook nog los. De deur kan zelf vastgemaakt worden aan onze uitbouw. Dus Ctrl J. Dan weet ik zeker dat dat één model is. En dat noemen we even uitbouw. Dat we zeker weten wat dit model is. De ramen joinen we ook even de Ctrl J. Laten we alle ramen direct maar doen. Van de uitbouw, zodat ze die bij elkaar zitten. En die noemen we ramen uitbouw. Of geef het zelf een naam zodat je het herkent. Maar zoals gezegd gaan we nog de ramen maken van ons dak. En ik vond het eerst moeilijk om te zien of het misschien solarpanelen waren. Maar volgens mij zijn het echt ramen. Dus die gaan we erin maken. En daarvoor gaan we wat geometrie in ons huis zetten. Of in ons dak zetten. Gaan we zoeken naar ongeveer herkenbare punten. Nogmaals, het hoeft niet weer exact te zijn. Het gaat meer dat de maat een beetje kloppen. En als we dit doortrekken, komt het eerste punt waar ons raam begint, is ongeveer voorbij het eerste raam. Dus Ctrl R om een edge loop toe te voegen. Ik zei voorbij het eerste raam laten we op het eerste raam zetten. De andere kant, als we dat volgen, komt ongeveer iets verder dan het raam, ongeveer hier. Ctrl R. Als ik nu kijk, moet ik misschien dat raam iets groter hebben. Dan hebben we nog een ander zolderraampje hier, wat ongeveer, nou, laten we die andere kant eens pakken, front view. Niet de front view, de back view. Wat beter zicht erop. Dus dit kleine zolderraampje zit bij die andere ramen. We gaan Ctrl 1 om naar de backview te gaan. Voeg weer een edge loop toe. Ctrl R. Vervolgens zorg ik dat ik die lijnen daar creëer die ik nodig heb om dit dak te maken. Om dat raam te maken. Het dak is er al. Ik ga de bovenkant maken van onze ramen. Die zitten ongeveer onder de schoorsteen. Ze voegen weer een extra edge loop toe. Vervolgens hebben we niet echt een goede richtlijn waar onze kleine raam eindigt. Laten we zorgen dat we eerst de onderkant van het raam maken. Dus ongeveer hier. Dan kunnen we een extra edge loop toevoegen. En het raam is ongeveer vierkant, dus laten we hem ook vierkant maken. Goed, dan hebben we dus de openingen van onze ramen. Dan kunnen we deze faces deleten. En vervolgens kunnen we onze ramen erin verwerken. Als je ziet, lijkt op ons dak een klein beetje. Het dakpannen steken een beetje uit, dus ons raam zit een beetje in ons huis. In het dak. Dus ik klik weer op Edge Mode, dus Ctrl Tab, Edge. Ik selecteer mijn Edge Loop en extrude naar binnen. Langs de Z-as. Vervolgens extrude ik weer
En terug direct op S om te schalen en die schaal naar binnen toe. Om die kleine overlap te creëren die we hier hebben. Als we een beetje kijken zien we dat er een kleine ruimte tussen zit. Vervolgens extrude ik weer. En extrude ik naar buiten toe in de Z-as. En ik ga daarvoor even naar de side view toe. Om een duidelijker beeld te krijgen. Om het dus een klein beetje rechter te hebben. Ik moet hem een beetje bijschalen. Een beetje bijsturen. En hij steekt een beetje boven het dak uit. Dus dat is prima op die manier. Vervolgens wil ik deze face weer wil ik dit vullen. Maar we zien dat we een extra edge hier hebben. Dus als ik nu op F druk, vult hij hem wel, maar hebben we een end gone. Dus wat we weer kunnen doen is deze twee edges aan de zijkant selecteren, op F drukken. En vervolgens deze twee edges op F drukken. Nu zien we dat we dus, nu hebben we deze twee faces. En we zien dat we daar ook nog weer een opening in het midden hebben. Dus die gaan we weer creëren. Om weer weinig mogelijk resolutie aan het dak te geven, kun je de selectie groter maken. En vervolgens deze selectie weer separaten. En vervolgens resolutie weer minder resolutie nodig te hebben. Ik ga dat nu momenteel niet doen. Ik voeg gewoon twee edges toe. En ik scale ze naar binnen. En als het weer niet lukt, kijk dan of je pivot goed staat. Medium point. En ik scale ze naar binnen toe. En come to think about it. We hebben geen twee nodig, we hebben maar één nodig. Want als ik deze twee faces inzet, doen ze dus dit. Dat is iets wat ik niet wil. Dat is een probleem. Dan moeten we weer omzeilen. Dus hoe kunnen we dat doen? Dat kunnen we doen door deze edges dus wel te verwijderen. Dus laten we het toch makkelijker voor onszelf te maken. Laten we dit raam separeren van de rest van de selectie. Dus we drukken op P, selection. En vervolgens hebben we nu ons raam hier. Wat we dus nu kunnen doen is deze edge selecteren. Alt klikken om de edge loop te selecteren. X, edge loops. En dan hebben we een schone face om daar weer resolutie aan toe te voegen. Dus zoals ik al zei, we kunnen met Ctrl-R een edge loop toevoegen. We hebben dus maar één nodig. Dan gaan we naar face mode. En als we nu inzet door I te drukken, krijgen we wel wat we willen. Dus ja, soms moet je toch dingen anders doen zoals je had gepland. Dus ik geef het nu wat dikte. Maar het lijkt dat we op de binnenkant van onze ramen een kleinere tussenschot heeft. Dus daarvoor gaan we in edge mode. Pak die twee edges en ik scale ze naar binnen toe. Vervolgens gaan we in de face mode en extruden deze faces naar binnen. Dat zijn weer onze ramen, dus die willen we weer losmaken. Druk op P, selection, tap om uit edit mode te gaan. Selecteer onze ramen. We willen weer schalen over hun individual origins. Nou, dat hebben we nu zo vaak gedaan dat dat nu wel bekend moet zijn. We noemen ons raam geen dak, maar dat worden dus dakramen. Dakraam groot. En we noemen ons dak wat we geëxtrude hebben, noemen we raam. Dakraam groot. Dan weten we precies wat is. Nou, dit gaan we eveneens doen met dit kleine raam. Het enige probleem wat we nu hebben is dat als ik uitzoom, zie ik dat het dakraam daar ook zit en dat zit niet aan de andere kant. Dus wat we fout gedaan hebben, het is goed dat dit gebeurt, is dat we
eerst onze symmetry modifier, onze mirror modifier, hadden moeten toevoegen. Toepassen door op apply te klikken. Dus dat kunnen we nog doen, is geen probleem. Dus we gaan daarvoor in edit mode en drukken op apply. Dus als ik nu hier wat verander, dan verandert dat niet aan die kant. Het enige wat we daarvoor nog wel moeten doen, is dit weer opnieuw dichtmaken. En dat is ook geen probleem. Kunnen we zien hoe we dat doen. We drukken op X. En niet op delete, want dit is een apart object geworden. Dus ik zie dat de apply mirror nog daar staat. En we willen die mirror gewoon niet toepassen, maar we willen die verwijderen. Eveneens met de raamkozijnen. Zodat we alleen de opening hebben van het raam. Nu selecteren we, in Edge Mode selecteren we de Edge Loop. En ik groei de selectie, dat ik alle faces heb geselecteerd. Druk op X, delete of faces. En vervolgens hebben we deze faces gedelete. Dan kunnen we weer naar Edge Mode gaan. Vervolgens kunnen we deze faces weer vullen. En we laten deze face open, want we zien wel dat hier een klein raampje is. Dus die kunnen we weer gebruiken. We kunnen deze Edge Loops kunnen gebruiken om dat andere kleine raampje te maken. En die zit ongeveer hier. Deze edges hebben we dus niet meer nodig. Dus die kunnen we weer deleten. X. Edge loops. En de rest van de edge loops hebben we wel nodig. Want die zorgen ervoor dat hier een lijn wordt gecreëerd. Als we deze zouden verwijderen. Dan zouden we n-bones krijgen of triangles krijgen. Dus dat laten we zo. Dus eigenlijk een hele snelle fix. Mocht je dus iets fout gedaan hebben, kun je zien dat het niet direct een probleem is. Je moet alleen even creatief kijken naar de oplossing. En gewoon even kijken wat er gebeurt als je bepaalde dingen toevoegt. De middelste edge hebben we ook niet nodig. Maar die laten we momenteel wel even aanstaan. Laten we momenteel wel in. Maar die kunnen we deleten. Ik twijfel een beetje om hem te deleten, eerlijk gezegd. Want we kunnen deze ook gebruiken als seam straks voor het unwrappen, waardoor we twee kleinere UV-vakken krijgen, waardoor we meer texture space kwijt kunnen, of meer resolutie kwijt kunnen in het dak. Dus ik laat hem er wel in. Nou, laten we vervolgens het huis de ramen af gaan maken voordat we de video stoppen. Dus even kijken, is dit hetzelfde wat we net gedaan hebben met dit huis, of met dit raam. We selecteren de faces, we extruden naar binnen toe, volgens de z-as, vervolgens extruden we weer en scalen dan direct, om de binnenkant te creëren. En nu hoeven we niet hem los te maken, want het heeft geen binnenkant, het heeft geen extra splitsing in het midden. Dus laten we weer naar de front view gaan, of naar de side view gaan, door 3 te drukken. Ik extrude hem en extrude hem naar buiten. En ga dan ongeveer kijken dat hij recht naar buiten extrudeert. Vervolgens ga ik weer terug naar mijn model. Ik kan op F drukken voor om de face te vullen. Vervolgens kan ik op I voor inset. En E voor extrude naar binnen toe. P om de selectie weer los van het model te maken, zodat dit ons raam wordt. S om te schalen. Schalen een klein beetje groter. En dan hebben we ons tweede raam. We kunnen hier nog een extra klepje op maken. Het is heel onduidelijk in mijn referentiefoto, dus dat laat ik gewoon zo. Nu even naar het model kijk, zie ik dat mijn model niet helemaal vierkant is. Ik ga even naar de top view, druk op A om alles te deselecteren, B om dit te selecteren en ik wil hem schalen in de X om toch een klein beetje vierkant te maken.
Vervolgens kan ik hetzelfde met de raam doen, schaal op x. Zoals je ziet, gaat hij nu weer naar zo'n pivot point toe, dat willen we niet. Dus we selecteren weer medium point. We gaan in edit mode en we schalen op de x. Dan hebben we nog één klein dakraam aan deze kant. Dan doen we weer precies hetzelfde mee. We selecteren hem. Ik schaal hem even in de x, omdat hij wat klein, omdat hij vierkant wordt. Vervolgens scale ik hem helemaal, omdat hij wat kleiner lijkt. Vervolgens gaan we weer precies hetzelfde doen. We extrude hem naar binnen. Extrude, scalen. Gaan we naar de front view of naar de side view. Extrude. Dan steekt er wel ietsjes meer uit dan de andere. F om de face te vullen. I voor inset. E voor in extrude. Steken we naar binnen toe. P, separate selection. Vervolgens scalen we deze. Het raam ook nog even weer in het kozijn. En dan hebben we ons raamwerk ook gemaakt. Wat ons nu nog rest is dus de opening die we hier hebben gemaakt. Doordat we de mirror modifier geapplied hebben. En van onze uitbouw verwijderd hebben. Moeten we dit stuk nog opvullen. En dat gaan we in de volgende video doen. Dus ik zie jullie graag dan terug.